Het is zondag 5 april, eerste pasdag. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een hele nieuwe aflevering van Studio Plein. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Klein. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Ik ga het u vertellen van achter naar voren. Aan het eind van het programma zit hier Niels Rundekamp. We gaan het hebben over zijn nieuwe aflevering die volgende week uitgezonden gaat worden van Kijk, Kook en Keur. We praten met Jere van Gelder en Jaap Schilder, de oude en de nieuwe directeur van het Club en Buurthuiswerk, over het hele verleden en de toekomst. We zijn wezen kijken bij Alaska in Paradiso. We hebben een prachtige reportage achter de schermen van dat optreden wat ze daar gegeven hebben. We gaan het hebben over het kindertoneelstuk dat Ontspogen gaat opvoeren. Om precies te zijn, binnenkort, over een week of anderhalf. En dat toneelstuk heet Monique en de Rampenstamper. Maar we beginnen met The Next Generation. Aard Bijvoet is hier. Welkom. Goed dat je er bent. Goeiedag. Je zit hier met een reden, want er moet eventjes, hè, het moet even bekend gaan worden wat er nou precies allemaal gaat gebeuren die 25e en die 26e april, die zaterdag en die zondag. Ja. Laten we eens beginnen bij het begin. The next generation, waar komt het vandaan? Nou, daar kwam in feite, ik was al een paar jaar mee bezig, volgende generatie muziek, toen de BZN stopte of de Cat stopte allemaal en er kwam weinig achteraan. Ja. Maar er waren wel heel veel nieuwe beentjes. Ik denk, die volgende generatie. Nu kwam natuurlijk dus Jan Smit en Nick en Simon en allemaal. En dan zag je Mel. En toen was er een uitzending van De Wereld Draait Door. En toen zagen we daar de Next Generation Palingzout bij Martijn zitten. En er zat Kira en er zat Mel en er zat... ik denk van, hier heb je het woord Next Generation weer. Ja. Ik denk, hier moet ik wat mee doen. En toen kwam ik Jan Akkerman tegen. En die laat mij toevallig wat horen in zijn auto. En dat was Hearing to the Grapevine van Marvin Gaye. En gezongen door een vrouw. Ik zeg, Jan, ik heb nooit geweten dat Amy Winehouse dit gezongen heeft. Hij zegt, dit was mijn dochter, Laurie. Ik zeg, dan moet je wat mee doen. Ik zeg, als ik nou ga regelen dat jij met haar kan optreden. Hij zegt, doe ik mee. En dat was mijn aanzet om te gaan doen. Ja. Toen ben ik alle namen gaan zoeken die voldeden aan een bepaald criterium. De ouders moesten op het podium staan of hebben gestaan met een iets. En de kinderen moesten op dat moment ook op een podium staan. Niet iedereen die kan leuk zingen, die kan meedoen. En toen kwam ik in totaal op 53 mensen uit. En toen schrok ik even. Ik denk, hoe gaan we nou doen? En ik ben bij die mensen, heb ik allemaal gesprek gehad, bij de ouders dan. En er was niemand die nee zei, ik doe niet mee. Nee. Want het was voor het ARS-fonds. We zijn natuurlijk, vorig jaar zijn we dus onze Martin verloren aan deze vreselijke ziekte. Ja, meer uitleggen, Martin Veerman. Martin Veerman, Martin Pussy, dat was dus een begenadigd drummer van onder andere Jan Rog en meerdere bands. En, hele ook een beetje van jij gezeten, hè, trouwens? Nee. Ook een beetje waar jij in hebt gezeten. Nee, dat was Ton Koning. Dat is dat was een andere. Nee. En Martin die ging er aan ten onder, jammer genoeg. En toen met Noah ALS en Jaap de Witte, die woont vlak bij mij. En ik ben met Jaap gaan praten. Jaap is vier jaar van het idee. En Jaap zegt, ik had eigenlijk een sabbatical genomen na de affaire, de drie A's. Nee. En, maar dit gaan we doen. Nee. En dan ga je aan de gang. Dan ga je verzamelen, dan ga je mensen benaderen. Met mensen om, hoe gaan we het doen, wat willen we? Ja. We hebben de mensen, via e-mail hebben wij korte lijnen gemaakt, hebben iedereen rechtstreeks konden benaderen. Waardoor dus je kon heel snel kon praten en de mensen bij elkaar geroepen en gewoon gevraagd, jongens, schrijf jullie favoriete nummers op die jullie willen spelen. Nou, dat ze allemaal toegezegd hadden. Nou, daar krijg je een lijst van, daar hebben we een keuze in gemaakt. Dus de nummers die gespeeld worden op die avond, is de keuze van de ouder met de kind, CQ kleinkind. Ja. En dat is hun favoriete nummer. Het wordt een concert, niet van, het wordt een feestband, het is muziek. Met wel een feesttint erin. En namen? Namen. Piet Veerman zou meedoen met Mel. Piet, hebben het allemaal gehoord, dat het is, ik heb een klein probleem gehad met zijn longen. Ik ben net bij hem geweest voor de uitzending, ik wou weten hoe het met hem was. Het gaat goed met Piet. Er zit allemaal vooruitgang in, maar hij kan niet meedoen. Maar als hij dus goed komt hij wel langs. En Mel gaat zeker meedoen. Ja. Dan hebben we Harm met zijn kleindochter, want Kelly is helaas verhinderd, maar Kelly doet wel mee. Dan hebben we Eva Jassy, we hebben Jack Jozef met zijn zoons, we hebben Klaas Kap met zijn zoons, we hebben Jaap Korn met zijn zoons, we hebben de familie De Bok, we hebben Harmen, we hebben Jaap de Witte met zijn zoon, die gaat ook meedoen. We hebben Kees Veerman van...
We hebben de Maria Keizer, we hebben Harry Keizer, noem eigenlijk ze maar op. Alles doet wat er is en maak wat muziek kan maken en wat een kind of een kleinkind heeft, wat kan meespelen. En het belangrijkste is, de mensen gaan kijken wat ze vragen, dan gaan allemaal duootjes spelen, vader. Ja. Dat is niet het geval. Nee, want dat is een beetje het beeld wat er is. Hè? Het beeld is fout, het komt misschien zo over, maar we konden het niet anders formuleren. Er worden bands gemaakt om de mensen heen. Ja. Dus er staan constant de mensen die op het voorfront staan. Voorstellen voordat Jan Akkerman staat met zijn dochter te spelen. Maar er moet een drummer bij. Nou, dan worden ze de Sjor. Ja. Er moet een bassist bij. Er wordt Ben Kwakman. Ja. Er wordt aangevuld uit de groep die achterblijft. De jongens van de blazersessie die we hebben. Die moeten 16 nummers meeblazen. Dus de jongens van Bien die hebben daar een meesterklus aan gehad. Want ja. Peter Bien heeft alles op papier gezet. En ik ben bij repetities geweest. Het zijn feestjes. Ja. Dat moet je even vertellen. Hadden we het voor de we gingen zitten, had je het daarover. Die repetities, dat is dat zijn echt feestjes. Dat is magie bijna. Hè, het is heel magisch. We hebben bijvoorbeeld een nummer dat we afgelopen dinsdagavond gerepeteerd. Dat was van Louis Prima. Dan moet ik even spieken, want ik heb al die namen ook niet allemaal in mijn hoofd zitten. Dat is Just a Gigolo. En daar zit er dus gerenommeerde muzikant in. En Kaylee, dat is dan de kleindochter van Harme. Kleindochter, moet je nagaan. Nog een generatie verder. En die is 19 jaar oud en die gaat daar een partijtje zitten te barsten. Dat we allemaal stonden te kijken. Kees Veerman van Tribu de Kees Jozef van Tribu de Kerstband staat er ook. Die stond echt zo te kijken van... En dat meisje zie je dan groeien. Dat ja, even Jassie zit ernaast. En dan krijg je Carola komt naar je toe van... Ah, dit is geweldig. Hij had nog nooit met Harmen gezongen. Ze gaan nou een nummer doen samen van... Moet ik even spieken, want ik heb een show van Kenny Logans met Stevie Nicks. Dat gaan ze me zingen. Dat hebben ze, Never Call Your Friend. Dat gaan ze doen voor de eerste keer. En... Dat klikt. Ja. Het wordt een spektakel. Dat is het echte bedoeling. Precies, 25 en 26 april. 25. Zondag is uitverkocht. Zondag een zitconcert is uitverkocht. Ja, moet je even uitleggen, een zitconcert, het is met tafeltjes. Het wordt niet een concert waar je dus zogezegd allemaal lang op een rijken zit. Het wordt een feestelijke opstelling met hoge en lage krukken gewoon. Een stemming, maar dan wel zitten. Want er zijn natuurlijk erg veel ouderen die ook heen willen. Maar ja, als je 3 uur moet staan, dat weten we zelf ondertussen, dat wordt een beetje moeilijk, want de ruggen en de knieën worden wat minder. Ja. Dus we hebben speciaal daarvoor hebben we dat gedaan. Het hele verhaal wordt gepresenteerd door Jaap de Witte. Nou, Jaap kennende is hij op de hoogte van en heeft ook een bepaalde manier van presenteren wat dus uniek is. En die moet het aan elkaar vertellen. En... Maar er zijn dus nog kaarten. Voor de 25e. De 25e zijn er kaarten. Er zijn er momenteel 400 weg. Ik heb er ongeveer 400 over. En op is op. En dit komt nooit meer. Nee. Uniek. Uniek. Eenmalig. Eenmalig. Echt eenmalig. Echt eenmalig. Niet dat we volgend jaar weer denken van, nou, we gaan het nog een keer doen. Dan zal het van hun kant moeten komen. Maar ja. ik heb er nou 1000 uur in zitten met plezier, hoor. Ik heb het dus met 100% plezier gedaan. En alles staat mee. Ja. Zaterdag 25 april dus nog kaart. De zaal gaat open om 19:30. Er zal er om 20:30 afgetrapt worden, zoiets denk ik. Ja, want we hebben gewoon gezegd, we willen niet een pre-party, maar een afterparty. Ja, dat is wel zo gezellig. Wat kosten ze die kaart? Kaarten zijn €25, maar er zit een klein verhaaltje vast. Er staat geen entree, er staat donatie. Ja. En de donatie is bewust gedaan. Dat wil zeggen dat die kaarten voor bedrijven fiscaal aftrekbaar zijn. Die vallen ook buiten de WKR-regeling. Dat wil zeggen dat je dit niet als een personeelsfeest ziet, het is een donatie. Ja. Dus het is 100% aftrekbaar. Dus als mensen zeggen, ik wil met mijn personeel heen, kan een heel mooi feestje vergeven. Goed, en als het goed is, en we zijn daar nog, goeiedag, we zijn er nog mee bezig, gaan wij een van de twee avonden registreren en ook uitzenden. De zaterdagavond. Onder voorbehoud, er wordt gezegd, Johan Veerman gaat het namens de Lof, gaat het dus registreren met camera professioneel. Uit goedstemming van de muzikanten die meedoen. Ja, want het is allemaal live opgenomen en er wordt er gewoon gekeken. En als hun zegt, jongens, dit is het waard, dan wordt het geregistreerd en dan wordt het exclusief voor de LVJ wordt het beschikbaar gesteld. Goed zo. Nou, we gaan het zien. Voor nu bedankt voor je komst. Okay, heel veel succes. Zaterdag 25 april dus zijn er nog kaarten te krijgen. Met z'n allen naar die PX kaarten halen. Doneren, €25 voor ALS. Dat is gewoon alleen maar erg mooi. En je krijgt een topavond. Wat ik zo gezien heb, wordt het een super topavond. Super topavond. Dankjewel, Aart. Heel bedankt. Het hebben over Monique en de Rampenstamper, een toneelstuk van Ons Pogen dat uitgevoerd gaat worden op 18 en 19 april aanstaande. Om daar wat meer over te vertellen en te laten zien, want we hebben ook beelden. Alice Maurer en de dochter Vee, welkom jongens, goed dat jullie er zijn. Monique en de Rampenstamper, de eerste vraag, of tenminste het eerste wat bij mij naar binnen schoot, hè, dat heb je wel eens dat je dan iets te binnen schiet, is waar komt nou die naam vandaan? Monique en de Rampenstamper. Ik heb ook geen idee. Het is ontsproten aan de
gedachte hang van de schrijver, zullen we maar zeggen. Nou, het is een rampenstamper. Ja, wat is een rampenstamper? Een rampenstamper is iemand die rampen stampt. Ja. Maar dan bedoel ik rampen. Rampen. Zoals een onheil. Een overstroming en dat soort dingen. Ja. Zoals jullie misschien wel zien op de poster, dat is ook een hele grote schoen. Het is een meneer met hele grote voeten. Ja. En ik kan hier heel hard mee stampen. En dan komt er een ramp. Ja, één dof ellende dus. Ja, het is één dof ellende. Ja. Hey, vertel even, want jullie zijn met een nieuw gezelschap bezig. Je bent zelf de regisseur van het stuk, begrepen. Ja. Er is een de acteurs die meedoen aan het toneelstuk. Dat zijn ook heel veel jong talent, hè? Ja, we hebben een aantal maanden geleden een workshop gedaan. Ja. En er zijn een aantal mensen uit overgebleven die zijn, daar hebben we gewoon daar hebben we mee gewerkt en die hebben we opgeslagen bij ons. En daar heb ik er twee van benaderd, die wilden heel graag meedoen. We hadden nog een rolletje voor een heel jong persoon. Een aantal mensen die daarvoor geschikt waren binnen onze club, die waren verhinderd. Zodoende kwam ik bij mijn dochter uit, die ook aan een workshop heeft meegedaan, maar dan met jonge mensen. Dat hebben we ook een aantal keren gedaan. Wat was het trouwens voor workshop? Gewoon een workshop. Wij hebben die zelf ook ooit eens gedaan. Zelf van een hele goede regisseur. Ja. En met dat materiaal zijn wij zelf ook gaan werken. Dit is de tweede maal al dat we dat doen. Uit de vorige keer hebben we Alicia de Boer en John Kwakman D. hebben we daaraan overgehouden. Nou, inmiddels zijn het al gerenommeerde spelers bij ons. Nu hebben we ook weer twee nieuwe mensen. Tini Dekker en Gina Schilder. Ontzettend leuk om die aan het werk te zien. Ja, gewoon geweldig talentvol. Mijn dochter ook natuurlijk. Geweldig talentvol. Het is een hele leuke ploeg. Ja. Het is ontzettend lachen is het. Het is echt heel erg leuk. Het is gewoon leuk om daarmee te werken. Absoluut. Is het moeilijk om mee te werken of niet? Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, zo'n workshop. Want in het verleden was het zo van, ja, mensen wilden bij ons pogen. En die kenden we die en die kenden we die. En dan kwamen ze erbij. En dan, ja, dan was er wel eens eentje tussen dat je dacht, durft eigenlijk niet te zeggen, maar die heeft meer zin dan dat hij talent heeft, weet je. Ja. En in dit geval, als je zo'n workshop hebt gegeven, dan heb je toch wel een beetje gezien wat mensen in hun mars hebben. Dus vandaar is dat wel eigenlijk een goed gegeven. We doen het ook gewoon voor de leukigheid, voor de mensen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil het gewoon een keer doen om te kijken hoe zoiets werkt, maar ik hoef niet per se op toneel of zo. Nee. Je dochter wel? Ja. Vee. Ja. Wat is er zo leuk aan toneelspelen? Acteren. Vertel. Ja, je kan iets uitoefenen wat je eigenlijk niet echt bent. Dat vind je leuk. Ja. Dus je kan iets zijn wat je, ja, dat denk ik ook. Dat. Wat vind je het leukst om te spelen? Hoe bedoel je? Nou, gewoon, wil je graag slechte rollen? Of dat je de slechterik bent, of de goede romantiek, liefde? Roept u maar. Nou, een slechte rol vind ik altijd wel erg leuk. Ja? Ja. Wat speel je in het stuk? De goede eigenlijk. Ja. Het meisje dat slaapt, nou ja, eerst slaapt en naar de wak wordt en naar de droomwereld gaat. En daar vinden we de rampenstamper of zo? Ja. Ja? Ja. Daar komt hij in terecht. Dus het speelt zich af in een droomwereld. Ja. We zijn geweest, hè? We zijn wezen kijken bij jullie. We hebben daar een cameraman naartoe gestuurd om eens te kijken bij de repetities. Ja. Zullen we kijken? Laat de beelden maar zien, jongens. Ja. Gaan we even kijken. De repetities van Monique in de rampenstamper. Belachelijk, je doet het weer. Ik hou helemaal niet van weer. Nou, dan tref jij het met deze ramp, doet. Maar ik zou wel heel graag weer eens wat water willen voor mijn gazonnetje. Ja. Iedereen draagt hier een hoed. Het staat leuk en het is goed. Ja, Floortje, dus ga lekker zitten. Kijk niet zo onnozel uit je doppen en drink lekker een bakje mee. Je bent toch geen doetje? Zij heet toch geen doetje, of wel soms? Ben je mijn tante? Oh, dit loopt weer helemaal uit de hand. Nee, ik ben niet je tante, ik ben je broer. Nou goed, zijn we het weer een beetje eens, dames? Ik wilde ook alleen maar weten hoe het met jullie gaat. Nou, dit is goed, Floor. Sinds de ramp met het weer valt er weinig te beleven. Ja, het is me wat, hè? Nou, voor mij is het eigenlijk wel een beetje gunstig, hoor. Ja, vroeger zaten de mensen alleen maar binnen. Major? Ja? Kent u mij? Ik ken u helemaal niet. Als jouw moeder 's avonds het warm eten opschept en jij vergeet te eten omdat je steeds maar zit te praten, hoe noemt ze jou dan? Dan noemen ze me kletsmajoor, major. Omdat ik mijn mond vol praat.
vlees heb in plaats van eten. Ja, dus nu zie je hoe je eruit komt te zien als je niet goed naar je vader en moeder luistert, Monique. Ik vind het heel gezellig. Ik vind jou echt een heel leuk meisje, Monique. Zo anders dan anderen. Kom je gauw een keertje koffie drinken. Ja, gezellig. Dan bak doe je een boterkoek. Lust je boterkoek? Monique, ik vind jou ook heel leuk. Luister, ik weet hem op. Er waren 4 ijsberen op de Noordpool. Zegt de meester tegen Sander. Noem ze een walvis. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Engel, zijn dit figuren waar ik op lijk? Engel, ben ik dan ook een doetje? Dat hoeft niet, Monique. Maar als je niet goed van je afbijt, kun je een doetje worden. Zo is dat. Kun je een doetje worden? Ja. Hoe moeilijk is het nou om tekst uit je hoofd te leren? Dat vraag ik me dan altijd af. Na de eerste keren is het wel wat moeilijk. Dan moet je echt goed herinneren. Ja. Maar na een paar keren weet je wel wat je moet zeggen. Dan is het eigenlijk een gewoonte wat je moet zeggen. Ja, ze heeft natuurlijk, is het voordeel, ik speel al jaren met ons boven. Ja. En ze helpt me vaak met teksten. En dan leest ze mij, meestal de lezer, dan zegt ze, ma. Als je dat nou zegt, wat denk je dan? Dat is toch een logisch gevolg als je het zo doet. En dan komt dat erachteraan. Oh ja, 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 je hebt gelijk. Zij leert mij wel eens hoe ik mijn tekst moet leren. Ja. Dus is het een truc? Is het een truc? Het is een truc. Het is een truc, hè? Absoluut een truc. Ja. Het is, je kan het niet gewoon uit je hoofd leren. Je moet ergens inderdaad aan denken en dan... Dan zit het erin. Goed, de voorstelling. 18 en 19 april. Twee tijden, half... 11 de deur open, 11 uur spelen. Ja. En 1:30 de deur open, 2 uur spelen. Wat kosten de kaarten? €5. Waar gaan we dat doen? Je kunt ze verkrijgen bij Pluto, Janka Sombroek. Even kijken hoor. PX natuurlijk. PX natuurlijk. Slijterij de Stient. En nou ben ik bang dat ik er nog eentje... Ethos. Vergeten ben. Ethos. Nou, hartstikke idee. Dat is hem. Je hebt het uit haar hoofd geleerd. Zie je, ja, daar heb je het al. Monique en de Rampenstamper. Bekende namen nog verder. Jenny doet mee. Jenny Smit doet mee. Linda Sier doet mee. John D. doet natuurlijk mee. Alicia Boer doet mee. En Vincent Tuip. Ja, wie is dat is dus dat ik denk van wie is nou toch de Rampenstamper? Nou, dat is dus Vincent. Serieus, nou dat... En dat is een oud-speler en oud-voorzitter van ons Polen. Ja. En die heeft het vreselijk druk altijd en dat is echt waar. Maar hij heeft zich toch bereid gevonden om deze keer een keer mee te doen. En daar zijn we ontzettend blij mee, want een betere Rampenstamper hadden we ons niet kunnen. Nee, maar dat is bekend. En Danny Runderkamp, ben ik vergeten te noemen. Danny Runderkamp. Geweldige ridder. Goed zo. Heel veel succes, jongens. Ik hoop dat jullie het succes weer krijgen wat je altijd hebt met toneelstuk. Want het zit altijd vol. Het is altijd het is altijd goed bezocht. En ja, met deze ook roepen van de mensen op. Kom alsjeblieft kijken, want het is voor €5. Ja, het is echt een mooie tijdsbesteding. Goed zo. 18 en 19 april dus. En meer informatie op, hier in dit programma. Gewoon op Facebook kijken, daar staat er wel eens een link. Posters dan, overal terecht. Overal terecht. Dankjewel voor je komst. Succes. Graag gedaan. Goed, wij gaan het hebben over Alaska. Verleden week waren ze in de Wereld Draait Door ineens zomaar, dat doken ze ineens zomaar op. En tot hun eigen verrassing stonden ze daar met Matthijs van Nieuwkerk in een programma. Daarna moesten ze naar Paradiso. Dat stond al een tijdje vast. Alleen de tijd wanneer ze zouden moeten optreden, dat was nog even een beetje onduidelijk. Maar uiteindelijk in Paradiso, in de kleine zaal. We waren erbij. We hebben prachtig beeldmateriaal. Kijk naar Alaska in Paradiso. Captain drowned, his crew kept on sailing.
flashbacks follow me down to my life before my life was touched by death. And my years were many when I was young, when I was spring, when there was hope and everything felt so Paradiso dus. U zag een bijdrage gemaakt door David Knuvelde. Goed, zometeen gaan we het nog hebben over Kijk ook een keur met Niels Runderkamp. Maar eerst de oude en de nieuwe directeur van het Club en Buurthuis Werk. Jaap Schilder en Jera van Gelder. Jongens, welkom. Goed dat jullie er zijn. Jaap, om met jou te beginnen. Het zwarte gat. Het grote zwarte gat is opgedoemd of valt het mee? Ik neem aan dat je het hebt over dat ik mogelijk me zou vervelen. Ja. Nou, dat is niet aan de hand. Dat is niet aan de orde. Nee, want mijn vrouw zei van, nu ben je voor mij. En, toen heeft ze 25 jaar ingehaald. Nou ja, daar is ze mee bezig. Ja. Nee, maar serieus. Je bent vanaf 92, zeg maar 23 jaar ben je directeur geweest van het Club en Buurthuiswerk. Daarvoor nee, ook actief vanaf, geweest. Vanaf 86. Vanaf 80 gewerkt, ja. Jongeren werken, 86 werd ik directeur. 86 werd je directeur. Ja. Maar dan komt daar een eind. Ja. En dan neem je afscheid en daar hebben we beeldmateriaal van. Dat gaan we zo meteen even naar kijken. Want jij hebt je al weken afgevraagd waarom de Lof nou nog niks heeft uitgezonden van jouw afscheid. Maar dat komt omdat we je in dit programma wilden hebben. Maar dan kan ik me voorstellen dat je toch eventjes moet schakelen. Of zie ik dat verkeerd? Wat bedoel je schakelen? Gewoon schakelen. Je bent geen directeur meer. Je moet loslaten. Ja, goed. Dat had een aanloop. Dus, ja. Maar het is ook best wel leuk om niet meer zeg maar, onder druk te hoeven werken. En om gewoon dingen te kunnen doen die je leuk vindt. Ja. En die je dan met tijd kunt doen. Want? Je bent nog wel steeds betrokken? Ik ben zo'n beetje, nog wel een stuk of 5 dagdelen ben ik nog wel nu nog bezig. Dat is wel de bedoeling dat minder wordt. Ja. Maar ik was natuurlijk met een aantal zaken bezig en je kunt niet zomaar dan weglopen. Dus nee. Dat moet even worden overgedragen. Afgerond worden. En ik hoop dat die nieuwe afdeling, waar ik dus al mee was begonnen een jaar geleden, al langer geleden trouwens al, PR en marketing, ja. dat een bloeiende zaak wordt. Ja. Gaan we het zo over hebben, ja. Met de nieuwe directeur of die daar wat water bij die bloemetjes kan gooien. Zullen we eens teruggaan naar jouw afscheid? In je nieuwe eigen gebouwde bijna PX stond je op het podium. We gaan kijken naar de beelden. Laat me zien, jongens. Nee, heerlijk hoor. Hier hebben niks te doen. Dus ik heb leuk als ik. Gefeliciteerd, we zijn nu samengevallen. Lekker. Er zullen vandaag heel veel speerpunten
denk ik, op je afkomen. Van je inzet van de afgelopen, nou toch wel 30 jaar. De afgelopen 20 jaar ook echt het gezicht van het club- en buurthuiswerk in Volendam. En later door verbreding ook naar Edam Volendam. Het gaat hier om een prestatie die niet verwacht kan worden van een directeur die, ja, hoe het ook bent of verkeerd, in dienst van de stichting werkzaamheden verricht. Het gaat daar ver bovenuit. En daar spreek ik heel graag namens de gemeenschap mijn erkentelijkheid vooruit. En die dank en die erkentelijkheid wil ik graag uit uitdrukking brengen in het toekennen van de officiële legpenning met medaille en oorkonde van de gemeente Edam Volendam. Hij is net nieuw. De gemeentelijke, applaus horen we nog, de gemeentelijke legpenning van burgemeester Van Beek. Beloning? Op kroon op het werk? Ja, het is een mooi, markant punt natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, als het niet was geweest, dan was het ook leuk geweest. Ja, maar maakt je niet veel uit? Nou, ik vind het best aardig. Ik vind het ook, dat heb ik ook toen uitgesproken. Ja. Dat ik het beschouwde als een, ja, als een soort bewijs van waardering, teken van waardering voor het hele team, hè, waarmee ik al die jaren bezig ben geweest. Ja. En nou, zo zie ik het ook, dus ook. En ik vond het heel aardig van de mensen die ermee bezig zijn geweest, want het was... Het is kennelijk niet simpel om iemand die in dienst is bij een instelling, om die zo'n penning te laten geven, toe te kennen. Maar dat is dan toch gelukt, omdat er toch kennelijk allerlei zaken over het normale, dat zei de burgemeester ook, de normale bedrijfsvoering heen gingen. Ja. Dus, nou, maar dat hebben we dus met z'n allen altijd gedaan. Wat zijn voor jouw gevoel de hoogtepunten geweest in al die jaren? Ja... Weet je, het zijn vervelende vragen. Nee, het zijn nee, van die nee. dingen, ja, dan moet je... Nou, geen vervelende vragen, want het is best een boeiende vraag. Nou, de nieuwe PX. Nou, dat, kijk, dat gebouw staat er en dat kent iedereen. Ja. Dus dat is bekend. Ja. En dat is inderdaad, dat was een hele grote klus. Dat zijn we 15 jaar mee bezig. Ik kan me optochten herinneren naar het stadskantoor. Ja. Over de 5000 man over de Dijkgraaf Porselaan liep op een gegeven ogenblik. Voor die nieuwe PX. Ja, kijk... Wat daar het markante aan was, was dus dat in die periode daarvoor, want dat is in mei, zijn die handtekeningen overhandigd. En die waren dus, de laatste dag was Koninginnedag. En in die twee weken ervoor hebben dus leden van PS10, jongeren, die hebben dus heel veel hebben ze afgelopen met formulieren om die handtekeningen op te halen. Er waren dus 9000 handtekeningen. En dat was eigenlijk een soort omslagpunt, ook binnen de stichting. Want ik had het idee dat eigenlijk een heleboel mensen het niet meer zagen zitten, dat het gebouw er ooit zou komen. En toen zijn we dus daarom die handtekeningen gaan binnenhalen. Kan je het markeren als een hoogtepunt dat er toen 9000 handtekeningen waren. Ja. En toen die schitterende optocht met dat noodweer, terwijl we onweer, dus aan het lopen waren... Waar ik op een gegeven moment bang voor was dat kinderen dat die nog alle kanten heen zouden lopen. In die stortregen. Nee. Dus die hebben we toen eventjes binnengehaald in de Ark. Maar dus dat vond ik een heel markant punt. Maar ook heel boeiend vond ik dat wij in 1991 zijn we begonnen met computerlessen. En er waren helemaal nog geen PC's. Bestonden nog geen computers? Nee, die waren er helemaal niet. Die waren er nog niet. En toen zijn wij begonnen. Wij hebben toen gewoon zo'n ruimte ingericht en mensen gevraagd. Die zijn allemaal gekomen. Ja. Frans Groskamp heeft vorige week afscheid genomen bij ons, intern. Die was er toen al bij. Ja. En mensen zijn les gaan geven, gewoon aan de leerlingen van de basisschool. En toen op een gegeven moment, een paar jaar, kochten de scholen die spullen zelf. En toen... kwamen de ouders en toen daarna kwamen de senioren. Ja.
En nu is het eigenlijk niet echt meer nodig. Nu wordt incidenteel nog een cursus afgerond. En, maar goed, dat zijn boeiende dingen, zijn dat. En, Dieptepunten. Dieptepunt. Ik wil er één van je horen. Nee, heb ik eigenlijk niet. Kijk, zaken gaan vaak niet zoals je zou willen. Nee. En dan moet je het anders doen. En dat is ook eigenlijk altijd de uitdaging geweest van, jongens, moet je horen, dingen gaan niet zoals ze zouden moeten, zoals we het graag zouden willen. Wat kunnen we doen? Dat is eigenlijk het creatieve. Flexibel ja, dus. Ja, ja. Dat was altijd zo. Goed. Dus het was heel uitdagend altijd. Het was eigenlijk één groot avontuur. Heb je het ook echt zo ervaren? Jawel. Ja? Ik heb me geen dag verveeld. Nee, en nog steeds niet. Nee, dan is het cirkeltje weer rond. Nu zit ik dan dus niet meer bij de stichting. Nee, precies. Maar je bent nog wel betrokken als vrijwilliger, heb ik begrepen. Jawel. Gaan we het zo nog even over hebben aan het einde. Want jij nam afscheid. En dat betekent over het algemeen dan het aantreden van de nieuwe directeur. En daar was hij dan. Zes jaar coördinator samenleving bij de gemeente Heerenveen. En dan de droombaan? Ja. Waarom? Nou, alles kwam samen wat ik leuk vind. De dingen die ik belangrijk vind, voor de maatschappij dingen doen, nadenken over wat de maatschappij nodig heeft en tegelijk dat in de praktijk brengen. En een prachtig podium en een prachtige kinderopvang en buitenspeelzalen, dus alles wat ik leuk en goed vind, komt bij elkaar. Ja, maar, droombaan. Het is, ja, maar dat neemt ook de problemen met zich mee, hè? Of zie ik dat verkeerd? Ik bedoel, je hebt er... Ik ben een beetje hetzelfde als ja. Wel, hè? Problemen niet? Zijn geen problemen, zijn dingen om op te lossen. Dus eigenlijk lijken we wel een beetje op elkaar. Valt mij altijd weer op. Dat is eigenlijk heel grappig. We staan een beetje hetzelfde in het leven, geloof ik. Is het een voordeel, jij bent geen Edam van Hollandamse? Nee. Is het een voordeel dat je van buitenaf binnenkomt? Ik heb het gevoel... Zie je dat zo niet? Nee, volgens mij maakt het helemaal niks uit. Volgens mij gaat het erom dat ik bevlogen en betrokken ben bij deze club en deze maatschappij. Ja. En waar je dan vandaan komt, is mijn idee, maakt niet uit. Wat is je missie? Toekomst, waar wil je naartoe? Wat ik neem aan dat je komt daar binnen. Heb je een uur? Nou, wacht even. Ja, nee, serieus. Laten we bij het begin beginnen. Je eerste 2-3 weken in zo'n... Dat is heel voorzichtig. Proeven, kijken, luisteren. Je hebt met heel veel vrijwilligers. Ja. Dus dat moet ik leren, het vak van met de vrijwilligers omgaan. Waanzinnig veel respect voor. Zoveel mensen die gewoon doen omdat ze het leuk vinden. Punt. Daar had ik nog nooit mee gemaakt dat zoveel mensen zijn. Luisteren, goed luisteren. Ik weet wel welke kant ik op wil. Er is nog zoveel mogelijk. De deuren open van alle gebouwen. Veel meer doelgroepen binnen. Het podium nog meer verbreden. Dus ik zie daar zoveel kansen. Dus daarom zeg ik van, heb je een uur de tijd? Ja, dan ga ik over mijn visie en mijn missie en mijn doel praten. Ja, maar ja? Je hebt er 6 jaar tegen aangekeken. Ja, tegen van buitenaf. Je hebt er vanuit een totaal andere perspectief heb je tegen het club- en buurthuiswerk. Ja. Nou zit je er. Mm-hmm. Dan wordt je beeld bevestigd wat je had? Ja en nee. Ik heb veel meer begrip voor dingen die van de buitenaf heel makkelijk te zijn. Te zeggen van, waarom doen jullie dat niet? Denk ik, nu zit ik er middenin en denk ik, oh ja, nu snap ik waarom het niet gebeurt. Omdat het allemaal niet zo simpel is als je van buitenaf kijkt. En ik had van buitenaf niet door wat er allemaal binnenin al wel gebeurt. En dat is wel een van mijn missies, om te laten zien dat bijvoorbeeld het Piersgebouw, nou het leeft, het is waanzinnig. Elk moment van de dag is er een activiteit, het is wel echt waanzinnig. Dat zie je van buitenaf niet, dat weet je niet. Ik kom daar 's avonds en dan zit er bovenop de zolder zit er een groep vrijwilligers te vergaderen. Worden cursussen, opvoedcursussen, beneden in de oefenruimte zijn bands bezig. Er is een schoolvoorstelling, er zit een jongerencentrum vol met 60 jongeren elke avond bijna. Nou, fantastisch. Ja, dat wist ik veel. Ja, echt heel naïef eigenlijk. Had je geen idee van? Nee. Nee. Ik wist alleen de dingen die in het boekje naar de gemeente staan, het verslag. Nou, nee. Er wordt 200 keer zoveel gedaan. Ik vind het echt fantastisch. Ja, je zegt, het moet ik over mijn visie en mijn missie gaan beginnen. Ik wil toch wel een beetje weten wat je missie wordt. Nou ja, wat ik zei, belangrijk vind ik dat iedereen welkom is, dat het inclusief is. Ja. Het is nu nog heel erg, niet heel erg hoor, er zijn groepen, er zit daar een seniorengroep en daar zit een kindergroep en daar... ik heb het gevoel dat we veel meer inclusief kunnen zijn. Hè? We hebben fantastische kinderbiosvoorstellingen. Waarom zitten daar nou niet ook gewoon de kinderen van Odeon bij?
Ja, dat mis ik nog. Dus integreren? Integreren, een inclusieve samenleving zijn. En dan ook voor iedereen kunnen zijn en durven zijn. Er zijn bijvoorbeeld heel veel vragen nu van ouders. Van, hé, mijn kind moet meer lezen, maar ik heb geen tijd voor. Nou, laten we alsjeblieft die groepen senioren daarvoor inzetten. Fantastisch. Elke dag een uurtje lezen. De kennis die er is. En dat uitwisselen. Ja. Dat daar zitten heel veel kansen in. Je voorganger had het net over zijn PR en marketing afdeling. Ja. Dat is altijd jouw, dat weet ik, dat is altijd jouw ding geweest. Ja. Is het te realiseren met de mensen die je hebt, met de middelen die je hebt? Aan wie vraag je het? Aan jou. Nu wel, want nu is Jaap er om te doen. Kijk, hij gaat het doen. Ja, we hebben een hele goede werkgroep. Ja. Jaap had het zo druk, die is daar nooit aan toegekomen. Dat kon er helemaal niet bij. En ik heb nu de luxe dat ik Jaap en een hele groep experts heb die zich daarmee bezig gaan houden. Ja. Dus nu kunnen we naar buiten om te laten zien wat er allemaal gebeurt in dat gebouw. En ja, er zitten heel veel mensen nu samen dat te bedenken. Ja, we moeten het nog wel waarmaken, maar... Ik heb geen hele goede hoop. We hebben wel een plan hoe we het willen gaan doen. Ja. Dus dat is al heel wat. Als je een plan hebt, dan ben je al voor de helft op weg. Ja, nou, al wel voor meer dan de helft. Want we zijn nu toe aan de uitvoering, dus dat zou ook kunnen starten. Maar dan kom je weer op het kom je uiteindelijk altijd op uit. Geld. Heb je geld nodig? Ik heb vaak gezeten, en je hebt ook wel in dit programma gezeten, dat het altijd het item was. We hebben toch op de een of andere manier moeten we de financiële middelen ergens vandaan halen. Zijn die er? Zijn die er inmiddels? Of? Hoe bedoel je dat? Ja, er is niet meer. We kunnen niet over. Kan je mensen aannemen? Oh. Nee. Dus je moet het doen met de mensen die er zitten. Dus het is een kwestie van de focus omleggen. Ja, anders kijken. Kijken of je meer een aantal dingen anders gaat doen. Dingen die al heel lang vanzelfsprekend zijn, durven naar te kijken. Van, nou, misschien moeten we dat een keer niet gaan doen meer. Nee. Nou, dat is heel eng voor iedereen. Voor mij ook natuurlijk. Maar volgens mij staat iedereen er wel voor open. Ja, maar deze werkgroep die kost wel geld, de activiteiten. Maar dat kost het nu ook al. We hebben nu ook al advertenties, we hebben eigen pagina in de Nivo elke week. We hebben een deel van een pagina in de Stadskrant. En we staan op de kabelkranten. En we staan in allerlei andere media. We hebben eigen sites, twee sites. Nou, die dingen zijn er al, want dat wordt al gedaan. Ja. En dat zijn we bezig om te herstructureren. Om het efficiënter te maken, om er meer lijn in te brengen. En dat moet je doen met mensen die daar dan volop mee bezig gaan. Dus we zoeken nu content managers en we zoeken redacteuren. Die advertentie gaat binnenkort, komt hij naar buiten. Ja. En op zich, dat zijn vrijwilligers allemaal. Op zich praat je dan niet over af en toe een pot koffie extra. Maar goed, als er nu sponsoren willen luisteren. Ja. We kijken, we kunnen de camera naar doe je oproep. Nou, drie. Zeker voor Club Soda, XL natuurlijk. Dat zijn die is wel belangrijk. Club Soda, XL, dat is een jongerencafé. Nou, we hebben Club Soda, dat is het jongerencafé. Ja. Dat heeft Jaap heel mooi tot een fijne ruimte verbouwd. Dat is in de PX, die is 6 dagen per week open. Daar kunnen jongeren altijd naartoe komen als ze willen zijn met elkaar. Ja. En dat werkt. Ja. Ik vind het heel erg tof. Ik hoor ook van mensen van, nou, vroeger stonden ze daar op straat, nu zitten ze bij jullie. Daar zijn we heel blij mee. Er zijn ook beheerders bij, dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Dat is hartstikke leuk. Dat is dus dagelijks open en tegelijkertijd zijn we van plan om één keer in de zoveel tijd een Club Soda XL te hebben. Dus een groot feest. Is al een keer geweest. Is fantastisch, met Mr. Polska. Ja. Ik heb zelf staan springen, dat mocht natuurlijk niet, want er stonden jongeren in de stand, stonden me allemaal aan te kijken. Dus ik ben heel snel weer weggegaan. Er waren 250 kinderen, jongeren moet ik zeggen. Het is van 14 tot en met 18, die mag je geen kind noemen, zeker niet. En dat was een heel groot succes voor een eerste keer. En we willen dat vaker doen. Want dit is het alternatief voor de alcohol. Voor jongeren in die leeftijd. Ja. En het is echt heel tof. Ja. Voor de jongeren in de leeftijd die, 14, die niet mogen drinken. Nee. Die op straat lopen. 14 tot en met 18 die vroeger van alles mochten. Ja, precies. Nou, daar wil je gewoon een goed alternatief. Er is gewoon een alternatief voor. En dat vraagt de maatschappij natuurlijk ook heel erg aan ons. Ja. He, die hopen dat wij dat kunnen bieden. Nou, kunnen we niet in ons eentje, moeten we met ouders samen doen. Hoe groot, die hebben de vraag de maatschappij aan ons. Hoe ervaar jij maatschappelijke druk? Hebben jullie dat ervaard? Maatschappelijke druk op het moeten organiseren? Jij nu in die eerste paar, twee, drie maanden?
Ja, goed, ik ken van alle kanten de discussie, ook uit mijn vorige baan natuurlijk. Het ouders zeggen, ja, ik kan het niet oplossen, het probleem van de zetjes, doen jullie het maar. En ik geloof dat we een deel daarvan kunnen oppikken, maar het moet samen met die ouders. Want ja, ik ga hun kinderen niet aan huis slepen of zorgen. Maar als ik iets goeds te bieden heb, samen met ouders, dan kunnen we daar wel wat in doen. Ja. En dan gaat het ook wennen. En het was ook echt een groot feest zonder alcohol. Waanzinnig. Ik was echt heel trots om daarbij te staan. Ja. En dus hebben we... de volgende keer heel veel geld nodig om een goede artiest te krijgen. Hoe ga je dat doen? Gaan jullie sponsoren? Voor dit ga ik speciaal sponsoren. Ja? Want ik vind dat als een maatschappij die dit zo belangrijk vindt, met z'n allen vinden we dit belangrijk. Nou, dan moeten we er met z'n allen wat voor over hebben. En dat kan in dit geval ook. Dus als wij weer volgende keer een grote naam willen, dan dat kost geld. En de gemeente heeft daar iets van gesubsidieerd, maar dat is niet genoeg. Goed, ja, wie weet. Dus, sponsoren als jullie zitten te kijken. Hè, Bas, dat ik op geld gegeven. Goed doel. Trots op je opvolger? Jazeker. Ja, ben je blij mee? Ja, toen ik hoorde, want ik wist het niet. Tot op het laatste moment wist ik het niet. En toen ik hoorde dat Jera dat zou worden, toen was ik gewoon erg blij. Want ja, ik hoopte dat er iemand zou komen die dus, laten we zeggen, met kennis van zaken en met enthousiasme de fakkel verder zou dragen en hem verder zou overdragen en weer aan anderen zou meenemen enzovoort, zodat het werk dus voortgang zou vinden en verder zou kunnen groeien. Nou, en ik denk dus dat zo is, dus ik ben daar eigenlijk heel erg blij mee. De droombaan en de rust. Bij mij de rust en dat is de droombaan. Ja. Ja. Jongens, ik wens jullie heel veel succes voor de toekomst. Okay, dank je voor je komst. Okay. We gaan het over heel wat anders hebben. Na deze uitzending kunt u kijken naar de herhaling van aflevering 3. Maar we gaan vast vooruitkijken naar aflevering 4 van Kijk ook een keuring. Die aflevering 4 is een hele nieuwe met Niels Rundekamp. En hij zit hier. Niels, welkom. Dankjewel. We gaan zo de promo zien van de aflevering. Kan je een beetje vertellen wat het over gaat? Want het gaat over, ik heb honing voorbij zien komen, ik heb heerlijke dingen voorbij zien komen. Ja, het gaat over ijs maken. En misschien dat, want er is altijd al een beetje een mysterie geweest over het geheim van honing. Die... Even uitleggen. Honing is de ijsmaker die hier in Volendam zit, ja, hè? Als je de weg naar Katwoude aan de rechterkant, dat is een boerderijtje, leuk. Ja, absoluut. Ja, het programma is Kijk ook een keur. Ja. En in dat programma daar wordt zeg maar een kleine ambachtelijke productmaker wordt er vergeleken met een wat grotere, maar ook vol passie. Dus een fabriek wordt daar tegenover gezet. Dus, en in deze promo, in dit programma hebben we Willem Honing zo gek gekregen om daar ijs te maken. En om te laten zien hoe hij dat ijs nou zo lekker maakt. Ja. En daar hebben we Otelli voor in Haarlem, ook een mooi bedrijf. Lieve mensen, we kijken even naar de promo. En dit wordt dus Niels honingijs. In principe wordt dit inderdaad Niels honingijs. Dit wordt keurijs. Honing? Nee, dit is geen honingijs, dit is kaneelijs. We hebben geen honingijs. Ja, honing is zijn naam. Honing is zijn naam. Het is geen smaak, maar het is zijn naam. Okay. Willem Honing. Ja. Maakt ook ijs. Over 2 weken, samen met Otelli en Willem Honing. Oké. Kijk. Ik ga kijken. Niels Keur honingijs. Niels honingijs. Hey, kijk ook een keur. Het is een programma, jullie hebben er nu 3 gemaakt. Wat ik al zei, na deze aflevering van Studio Klein gaan we de herhaling zien van aflevering 3. En die gaat over, dat weet je uit je hoofd. Ja, en dat was de boter. Dat was de boter, ja, dat weet ik niet, maar dat gaat dus over boter. Komen er meer? De zon breekt door, Niels. Ja, nou, we willen er heel graag nog eentje doen. Ja. En want omdat het, om heel eerlijk te zijn... Het is heel veel werk en deze lag al bijna 3 jaar op de plank. Serieus? Ja, en dat, ik durfde al bijna niet eens meer bij Willem Honing zelf een ijsje te halen. Hè? Want hij was al gestopt met vragen wanneer het nou uitgezonden werd. Ja. Maar uiteindelijk hebben we toch die grotere ijsfabrikant gevonden die daar tegenover wilde. Want je mag niet zomaar filmen in een fabriek. Dus die hebben we zo gek gekregen om dat... Hoe regel je dat dan? Want je zegt, je mag niet zomaar filmen in een fabriek. Die receptuur is geheim.
Laten we heel eerlijk zijn, dat denk ik. Ja, ik bedoel, ze hebben allemaal de truc van de kok, noem ik het altijd maar. Ja, absoluut. Ze willen gerust wel iets laten zien. Maar ja. ze zeggen ook hoe het ongeveer tot stand komt. Maar ze vertellen niet precies exact hoe het gedaan wordt. Nee. Dus het is heel leuk om te weet filmen. Je het? Ik weet het, bij Willem Honing weet ik het. Ja. Maar ook niet helemaal. Nee. Maar, ja, weet je, kijk, ik weet ongeveer hoe het tot stand komt, maar om het echt na te maken, dat red je niet. Dat gaat je niet lukken. En je hebt dan ook bijvoorbeeld, wij hadden de vraag van al heel tijd terug bij Hertog Jan neergelegd van, luister, die maakte ook ijs. Maar dat is te groot, dat is zo'n concern, daar mag je niet binnen. Er zitten hele grote deuren, ja. Ik geloof dat het een onderdeel van Unilever is en daar kom je niet in. En die maken hun eigen reclame en dit is... Ja, als je dan zo'n bedrijf als Otelli hebt in Alem en die komen met iets op de markt wat biologisch verhaal, wat ook echt koeien van in de weilanden staan en die zelf ook wel een klein beetje promotie kunnen gebruiken. IJskoeien. Een soort IJskoeien, ja echt hè. Serieus? Ja, echt officieel. Ja, je gaat het allemaal zien straks in het programma. IJskoeien? Vanaf de melken van de koeien, echt vanaf het voer wat ze krijgen, tot aan de melk. Waar ze ijs van maken, wordt allemaal behandeld. En dat is een heel proces is het. En dat is ook het lekkerste ijs kun je dus van melk maken. Dat is gewoon dat romige, die structuur wat je erin krijgt, dat komt door de melk. Het begint echt al bij het voeren van de koe. Ja. Bij het voer wat die krijgt, wat uiteindelijk ook de smaak mee bepaalt. Zo ver gaat het. Ja, zo ver gaat het. Dat is ongelooflijk. Huh? Ja, absoluut waar. Bij honing ook? Bij honing ook in dusverre, waar mogelijk is. Ja. Maar die hebben ook gewoon... het werkt anders allemaal. Weet je, zo'n op grote schaal is heel anders dan dat je dat zeg maar in een boerderijtje doet. Ja. Waar je een aantal kinderen en waar opa's en oma's komen... met hun kleinkinderen om een ijsje te eten, weet je. Dit is honingijs, het is wereldberoemd hier. Het is wereldberoemd. Ik bedoel, mensen zitten als de zon gaat schijnen, dan beginnen ze zo honingen lopen. Het is een begrip. Ja, ja, ongelooflijk. Het is een absoluut begrip, ja. Ik, dat vraag ik dan ook ondertussen aan hemzelf. Want wij zitten dan, ik interview hem dan in het weiland met de molen. Mooi weer op de achtergrond. En dan vraag ik ook aan hem van, want mijn schoonvader heeft toen eens gezegd van vroeger hingen de Volendammers, die hingen een weekendje weg naar Willem Honing. Dat was echt zo. Ja. En dat is nog steeds zit dat in ons. Dat je, als het mooi weer is... Zonnetje door kan worden, is gek. Dan ga je naar honing. Dan moet je naar honing. Ja. En dan dat ijsje, ja, weet je, kijk, dat is een gevoel. Met het kippetje wat daar rondrijdt en het konijntje wat je kunt aaien. Ja, ja, dus dat is leuk, dat is geweldig. Ja. Vanaf volgende week hier in dit theater die aflevering te zien. Nog één dingetje. Wat ga jij doen? Waar ben je mee bezig op dit moment? ik ben met heel veel dingen bezig. Nou ja, kijk, het barbecue-seizoen komt er weer aan. Ja. We zitten natuurlijk nog met een programmaatje wat we heel graag willen doen voor de Love. En dat is heeft met bakkerij te maken. Ook leuk. En qua werk ben ik altijd druk bezig. We zitten in het stadion hier in Volendam. Ja. En het zijn alleen maar leuke dingen. Alle kanten komen we je tegen, inderdaad. Ja. Maar qua media, tv, dat blijft het voorlopig even bij... Daar houden we het hierbij, ja. Ja. Ja, dat wordt echt lokaal. En de Nivo natuurlijk, waar ik een column in schrijf. Ja. Wekelijks. Ja. Ja, goed. Dank je jongen. Fijn dat je er even was. U kunt de aflevering gaan zien aanstaande zondag. De nieuwe aflevering met het ijsverhaal zoals we dat net besproken hebben. Moet je even nagekijken, want het is vreselijk leuk. En na deze aflevering dus de herhaling van de derde aflevering van Kijk Ook een Keur. En dat gaat over boter. Hoe maken we boter? Ook lekker. Dankjewel, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. Wij zijn er door voor wat betreft deze aflevering van Studio Klein. Wij zijn er weer bij Leven en Welzijn. Ergens begin mei, volgens mij 2 of 3 mei, moet het ook vanaf zijn. In ieder geval ergens begin mei voor een vervolg op deze aflevering. Voor nu, bedankt voor het kijken. Hele fijne paasdagen nog en graag tot een andere keer. Dag.